Dat is niet uw eerste tattoo. Nee, ik heb er al een aantal meer inderdaad op mijn lichaam zitten. Heeft u een plan de campagne? Dat u langzaamaan zeg maar naar de enkels gaat tatoeëren in de loop van de jaren? Of? Nou ja, kijk mijn rechterbeen waar we nu mee bezig zijn. Dat staat helemaal in teken van de Pirates of the Caribbean. We hebben Captain Jack Sparrow al erop staan. En nu komt Barbossa erbij en zijn aapje. Maar hoe kom je daar in één keer bij om door de Pirates, door de Caribbean, eigenlijk geïnspireerd te worden en zeggen van, joh, daar ga ik eigenlijk heel mijn lichaam mee uitdossen? Nou, niet mijn hele lichaam, wordt alleen mijn been. Maar het is een heel mooi thema waar heel veel dingen uit te halen zijn. De boot, de schatten, het leven van die piraten. En je vindt het eigenlijk zo mooi dat je zegt, ik wil er gewoon permanent meedragen. Ja, absoluut ja. Ja. En hoe lang gaat hij hier nu mee aan de slag? Hij is begonnen om 10:30 en het duurt tot 7:00. Dat is een lange zit, lig. Dat is een hele lange zit. Je hebt het ervoor over? Ja hoor. Hey, succes. Dankjewel. Wat wordt er bijgeschreven? Nou, er worden vier namen bijgeschreven. De naam van mijn man en van mijn kinderen. Dus, en dan een hele mooie tatoeage erbij. Hè. Het is gewoon helemaal super. Lang naar uitgekeken dat dit erbij werd geschreven, zeg maar, in het dagboek? Nou, ja. Ja, ik heb al heel veel, dus... Maar dit is echt de kroonjuwelen hier. Dit is gewoon top. Ik heb lang gezocht naar hun, maar ik heb ze eindelijk gevonden. Degene wiens namen nu opkomen, hebben die ook een beetje mee mogen beslissen in hoe het erop komt? Ja, sowieso, maar die hebben de tatoeage ook uitgezocht. Dus mijn man en mijn kinderen die hebben daarmee uitgezocht. Dus dat wordt straks thuis vol tentoongesteld? Echt wel, en iedereen. Foto's, hey. Alles. Hoe lang is je nog mee bezig, denk je? Nou, ik denk dat je nog wel een uurtje of twee bezig is, denk ik wel. Maar je ligt goed? Perfect. Succes. Dankjewel. Lose you, and I don't know where I am going to.
out a shark this man. He has all confidence in your artwork. Yeah, well, you know, all my collectors do. The stuff that I do is one of a kind. I work myself based on what I'm inspired at that moment. It's like his skin is my canvas right now, and I'm creating the painting as I'm going on his skin. So I don't consider his skin to be just a skin. I'm creating the design as I'm going. So that it fits him and anatomically a lot better than having a piece of paper and putting it on him. You okay. Know what I mean? Yeah. It helps with the flow of the design because I'm using his natural body structure of the muscle grouping and the bone structure to create the flow. But he has to keep himself in shape. Yeah, well, you know, once you do a design based on the anatomical structure of the body, you cannot lose the perspective of the design because you're doing it for him, for his body. Yeah. You know what I mean? How long does it take to tattoo this artwork? This artwork, probably about 6 hours, more or less, yeah. 6 uurtjes. Ja, is te doen. Succes. Dankjewel. Eigenlijk een soort Facebook, maar dan op je lichaam, hè? Ja, inderdaad. Wat ga je er vandaag op zetten? Later zetten. Portret van mijn zoontje. Ja. Al lang naar uitgekeken om dit te laten doen? Nou, een paar weken. Maar wel de bewuste keuze om dit op de beurs te laten doen? Ja, inderdaad. Ja. Is het je vaste tatoeëerder? Ja, dat gaat er altijd naartoe. Dus, het hele boek heeft hij zeg maar geschreven? Ja, inderdaad. Hij is de auteur van je lichaam? Ja. Ja. Zijn er nog andere mensen die inspraak hebben in wat erop komt of hoe het eruit moet komen te zien? Nee, absoluut niet. Dat bepaal ik helemaal zelf. Hey, hoe lang gaat u ermee bezig zijn, denk je? Hoe lang ben je nou bezig? Nog een half uur, denk ik. Nog een half uurtje. Ja. Nog een half uurtje is het klaar. Kijk, en dan vol trots laten zien. Inderdaad. Showen. Ja. Het is een beetje fris om te showen op die plek, of niet? Ja, inderdaad. Hey, succes. Wat zeg je? Het is een pijnlijk plek dit, hoor. Dat lijkt me nou ook, ja. Want de meesten zitten toch wel een beetje meer op waar iets meer vlees zit. Mm-hmm. Maar dit zit kort op de zenuwbanen volgens mij. Ja, inderdaad. Het trekt me kan niet meer, dus. Het kost een hoop energie. Het lijkt liggen, maar dat is het niet. Je bent continu gespannen eigenlijk. Dat klopt. Hey, hou het nog even vol. Ja, dat gaan we lukken. Succes. Dankjewel. Hoe voelt dat nou zo op zaterdagmiddag? Nou goed, net als gewoon. Dus ja, dat is inmiddels de zoveelste keer. Dat, het is duidelijk niet de eerste. Nee, het is inmiddels mijn vierde tatoeage. Nee, vijfde. Hey, maar dit is ook wederom weer op een plek die jij zelf niet direct ziet. Nee, maar ja, je weet wat er staat. En, ja, zeker zo groot iets. Je ziet het vaak genoeg. Je kijkt wel eens in de spiegel en het is een deel van je lichaam, dus ja, je ziet het gewoon en je weet dat het er zit. En ja, je hoeft het ook niet iedere dag te zien. Hey, is het belangrijk voor je, hè? Ja, zeker. Het is
ja, het is iets waar je trots op bent als je dat zoiets groots laat zetten. Ja, kijk, een ander die klust zeg maar meer aan zijn huis om het iedere keer zeg maar te shapen. En jij bent eigenlijk meer met de buitenkant van je lichaam bezig. Ja, dat klopt. Het is een kunstwerk wat ik op mijn lichaam laat zetten. En waar show je dat nou het liefst? Want ja, goed, een normaal mens in Nederland heeft toch de helft van het jaar zijn kleren aan. En dan zie je eigenlijk nou ja, het gros van jouw tatoeages zie je niet. Ja, maar dat maakt me niet uit. Het is gewoon, zolang ik het maar heb, het is hoofdzakelijk nog steeds voor mezelf. En als ik een keer in het zwembad ben of op de strand of zo, dan is het leuk dat andere mensen hem zien en dat, dat mensen hem ook mooi vinden. Maar het is hoofdzakelijk als ik hem maar mooi vind. Waar ben je door geïnspireerd in je keuze van wat je erop zet? Ja, eigenlijk dit is vanwege het sterrenbeeld, het Chinese sterrenbeeld. Maar voor de rest ja, omdat ik het gewoon heel erg mooi vind. Dit is, ja, het moet erbij passen. Succes. Dankjewel. Je zit er een beetje stoer bij te kijken. Ja, man. Je voelt er weinig van, denk ik. Jawel, jawel. Of probeer je een beetje groot te houden? Ja, we moeten het toch wel een beetje verbergen, toch? Het lijkt me toch wel een pijnlijk plaatsje, hè? Want het is een dunne huid daar. En er lopen toch een hoop zenuwbanen daar in de buurt. Ja, klopt. Maar het is het waard, hè? Ja? Ja. Hé, hey, wat ga je erop laten zetten vandaag? Want het is niet je eerste tattoo, denk ik. Nee, dit is mijn tweede. Wat gaat het worden? Het is een Hanja masker. Een? Hanja. En wat is dat? Dat is een Japanse masker, traditionele Japanse masker. En dat worden dan felle kleuren ook? Nee, het wordt alleen maar schaduw. Alleen maar in de grijs tinten, zeg maar? Ja, klopt. Hey, maar het is een flinke, of niet? Ja, zeker. Maar je zit goed, het is goed vol te houden. Gaat hij hem in één keer zetten? Dit is de tweede keer. Hey, succes. Ja, dankjewel. Jij ook wel. Is dit nou een stoere vrouw? Wie, ik of zij? Ja, allebei, hè. Want het lijkt me niet alleen kietelen op die plek. Ja, zij is wel heel stoer. Want zij doet het zo goed, dat is echt niet normaal. Maar je moet toch de hele tijd jezelf een beetje verbijten. Ja, maar zij heeft er helemaal geen moeite mee, echt niet. Ze doet het heel goed, echt. Daar ben ik heel blij mee. Zijn er nou gewoon mensen die gewoon van tevoren pijnstillers nemen? Pijnstillers of Emla zalf, verdovende zalf, maar... Of een flinke neut. Flink? Flinke neut. Ja, maar het helpt eigenlijk niet veel. Je kan er weinig tegen doen. Hé, hey, wanneer was het moment dat jij dacht, ik ga tatoeëren? Heel vroeg eigenlijk al. Toen ik een jaar of 5, 6 zoiets was. Toen had ik ook mijn eerste tattoo bij mijn vader gezet. Maar op een gegeven moment, toen ik naar de middelbare school ging, was dat een beetje weggegaan. Dat ik toch voor opleidingen en al moest gaan kijken. En toen heb ik eigenlijk weinig aan gedaan, maar vroeger was ik heel veel mee bezig. Met tekeningen en al die andere dingen. En toen ik van school afkwam, toen wou ik dit weer gaan doen. Hé, hey, en nou zit je hier. Gewoon je werk van gemaakt. Ja, zeker. Dat is toch kei leuk? Heel leuk. Mensen pijnigen. Ja. Doet de naald, hè? Dat doe ik. Ja. Verschuilt wijgen er maar achter. Till
hope never to come back. Hey, hoe lastig is dit nou? Dat, dat je eigenlijk op bestelling acuut een kunstwerk iedere keer moet verrichten. Ja, dus voor mij is dat maar tikken. Kijk, want een kunstschilder die gaat schilderen als hij er zin in heeft. Maar hier, jij moet eigenlijk schilderen wanneer ze hier zijn. Nee. Je mag het moment niet zelf uitkiezen, zeg maar. Nee, dit is een afgesproken iets, hè, dit ding. Hè. Dus dat is net als een kunstschilder eigenlijk. Dat wel. Maar de tijd is voorbij dat ik ergens ging zitten en wachten op klanten, gelukkig. Hey, want het is hot. Het is heel hot, ja. Komt dat, want het is een tijdje uit geweest, hè? Minder geweest. Ja, maar dan praat je over meer dan 20 jaar geleden. Hè? In de begin jaren 80 en het AIDS-tijdperk was het een beetje op een laag pitje. Maar vanaf de jaren 90 is het als een stijgende lijn weer naar boven gevlogen. Zeker door artiesten en bekende mensen en die programma's op tv. Dat heeft een boost gegeven, gelukkig. Hey, en waar je nu mee bezig bent, maar zeg, dat is een flinke tatoeage. Ja, dat is een flink stukje. Die hebben we de vorige keer gezet in 5 uur. En die ben ik nou de finishing touch. Hè. In kleuren? Ja. En gelukkig kennen ze er goed tegen. Dat is voor mij fijn, hè, dat ze niet liggen te bibberen en te mouwen. Heeft hij een zachte hand? Ja, ik wil eigenlijk helemaal niks zeggen. Maar hij is keilief, echt. Onwijs. Ja, dan moet je niet aan mij vragen. Ik zit helemaal vol. Nee, maar dit doet zeer, ja. Het is een pijnlijk plekje. Het pijnlijkste hebben we gehad, dat zijn de billen. Daar begin ik dan mee, hè, met de pijnlijkste. En dan steeds minder, hè. De mindere plekjes op het laatste, de fijne plekjes voor het laatste. Hey, je hebt toch ook volgens mij een maximum aan tijd dat je in één stuk bezig bent. Iemand is op een gegeven moment toch ook op. Ja, ja, dat klopt. Meestal is het na 4 uur stoppen. En vooral ik werk nogal snel, dus in 4 uur tijd nemen we een heel groot. Ja, dan heb je een flinke wond. En dan is het voor mij ook op, hè. Dan ben ik geconcentreerd bezig geweest, dus dan is het klaar. 4 uur is max. Dat is die laatste tattoo, of daar komen er nog veel meer? Daar komen nog meer, ja. Wat zum Beispiel? Also auf dem rechten Arm kommen Dämonen und Engel noch. Mehr weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall mehr. Da wird gesagt, das Körper, das ist wie ein Facebook. Nö. Was man liebt, das wird tatuiert. Nö, muss nicht sein. Aber eigentlich schon. Da gibt es auch Leute, die tatuieren die Namen von Freunden. Machst du das auch? Ich habe meine Oma tätowiert, ihren Namen. Und aber Freunde? Freunde nie, nee. Die wechselt, das ist ein Risiko, hä? Die wechselt man wie Socken. Und ja. Ist gemütlich? Und keine Schmerzen, nur das Knie tut weh vom Liegen. Okay. Viel Spaß. Dankeschön. I draw for tattoos. My mother was an artist. I'm a classically trained artist. And I've been tattooing 20 years. What inspired you? Conventions like this, Den Bosch, inspires me. You're kidding. No, it's beautiful here. I'm just going to see diverse cultures and what other cultures are interested in. I was overlooking at the porcelain from the artist, like Dutch porcelain is so inspiring, and you know, your flowers and things here. It makes me want to go home and kind of give that back to my clients. You're not afraid, now you're looking at your 30s, 40s, your tattoos are beautiful. Can you imagine how they look when you are at your 80? Well, I work for Lyle Tuttle, who is 81, and he tattooed Janis Joplin. And on his birthday, he had a 20-year-old girlfriend give him a special treat. So I think that when you're 80, you're pretty wrinkly and saggy and, you know, blue-veined. So I think tattoos would just help that along. It's a kind of your Facebook, but on your skin. Maybe Facebook, maybe a little bit more permanent.
Maybe like a mural in a church. You can't delete at easy. I beg your pardon? You can't delete it at easy. Yeah, it would be like the painting of a cathedral. It's meant to last as long as the building lasts. So you can see? Like the tattoo, remembrance, never forget. Always there. Yeah? Success. Cheers. Toch een wereldje apart, de wereld van tatoeages. Maar het is helemaal hot. Ik denk nou, er is geen kip die dat nog doet. Maar dat valt reuze tegen, of eigenlijk mee gezegd, want het zijn een paar leuke plaatjes die gezet worden. En laten we eerlijk zijn, alhoewel ik ruimte genoeg heb, ga ik het toch niet doen. Ik vind Facebook makkelijker om iets op te zetten, want dan haal het er ook zo weer af. Tot volgende week. Tot de horta met Jan.